Wij zijn vandaag dus bijzonder trots dat wij de nieuwe Stads-app kunnen voorstellen. Het is eigenlijk een meerwaarde voor ons. Het is een mooie aanvulling op ons communicatiemiddelen die we al hebben. Je kan die app dus downloaden op je gsm. Het kost je slechts 2 minuten en het is volledig gratis. En je kan er in contact komen met handelaars, met diensten, met verenigingen. Een beetje een uitleg over de applicatie zelf. En het is eigenlijk de bedoeling dat de communicatie tussen lokale besturen en inwoners daardoor verbeterd wordt. Er zit een meldingskaart in. De gebruiker kan een melding doen van een probleem. Daar een foto van maken, een gps-locatie koppelen en het dan doorsturen naar de gemeente. Ze kunnen op een eenvoudige, laagdrempelige manier ook een vraag stellen naar de gemeente toe. In omgekeerde richting kan de gemeente naar de gebruikers toe berichtjes gaan sturen in die applicatie om mensen op de hoogte te houden van zaken die gebeuren in hun stad of in hun gemeente. Die krijgen daar dan ook een pushberichtje van. Hier kan je ook een verlof gaan invoeren. Het tweede luik is in feite de handelaars, verenigingen en zorgverstrekkers die in de applicatie of in het platform van de gemeente of van de stad een eigen applicatie kunnen aanmaken. En zo kunnen ze ook berichten gaan versturen naar de gebruikers toe over promoties, acties, evenementen. We vinden het als communicatiedienst van de stad Beringen heel belangrijk dat de burger direct en duidelijk geïnformeerd wordt over bijvoorbeeld wegenwerken of dat ze de afvalkalender in een app kunnen raadplegen. Dus alles dat alles samengevat is in één app, heel toegankelijk. En dat ze bijvoorbeeld ook gewoon van bij hun thuis uit een attestje kunnen vragen van het thuisloket zonder dat ze naar het administratief centrum moeten komen. Of bijvoorbeeld dat ze een restaurantje kunnen aanbevelen bij een vriend of vriendin. Of eigenlijk dat ze eigenlijk gewoon heel gemakkelijk de digitale snelweg kunnen gebruiken in Beringen zelf.